Weet je wat ik op dit moment heel erg haat? Execute, Slowpoke, Miltanks, Chatbots. Hallo kijkers van Giant Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon X Avatar Log met Sander van Gaming SB. De vorige aflevering heeft Sander de derde gym verslagen en ik de vierde gym verslagen, waardoor ik nu heel even wacht totdat Sander iets dichter bij mij is. En ik ga heel eventjes shiny hunten. Ja. Hallo Sander. Hallo. How is it with you? Ja, hartstikke goed. Hartstikke goed. Dus, ik kan echt niet wachten tot je het intro ziet. Oh, hij heeft er weer wat gedaan. Oh, shit. Nee, deze is echt leuk. Deze is echt leuk. Wat een case. Die. Sjoe. Ja. Oh, ik kan echt niet wachten. Oké, wat moet ik nu doen eigenlijk? Wat moet ik nu doen? Wat je nu moet doen is een shiny van. Nee, jij moet... Dat moet jij doen. Je moet nu in de... In die toren. Wacht. Ik ben heel even zelf aan het kijken wat ik aan het doen ben hoor. Je moet in die toren voor ja, de... Okay. Oh, ja. Die man begint ineens tegen me te praten. Zijn dit ook allemaal fighting types? Want dan ben ik fucked. Nee, je hoeft geen gevechten te doen, hè. Je hoeft alleen maar... Wat? Alleen maar die hele toren op te lopen en dan naar Lucario. Oh, oké. Okay. Wel. Ik had verwacht dat het een hele toren zou zijn met trainers en... Nee. Dingetjes, maar... Het is veel simpeler. Wie had dat gedacht? Wauw. Het is een 2 Lucario. En een Corina. Ja, die Corina stip je ook wel eens, ja. Ja. Het is wat. Waarom hebben die Lucario's geen rollerskates, hè? Omdat ze niet willen rollerskaten. Haters. I call haters. Officieel. Niet onofficieel. Yep. Maar jij loopt al gewoon twee gymbadges. Oh nee, één inmiddels. Jij liep gewoon twee gymbadges voor. Dat klopt, ja. Dat heel is wel echt veel. Ja, blijven. Ik weet niet of ik ja moest zeggen, maar ik heb ja gezegd. Nee, sorry. Waarop? Geen idee. Wil je al je Pokémon doodmaken in één klap? Ja, okay. Nee. Nee. Let's give it all you got. Nee, dank je. Wat als ik verlies? Dat maakt niet uit. Weet je, mag de Lucario toch niet houden. We moeten gewoon twee keer Power Punch doen terwijl je Mega bent en dan is het klaar. Oh ja, Mega. Oh ja. Ik ga expres nu Bone Rush doen. Echt? Nee. Wil je verliezen? Nee. Dat was grappig. Wil jij die ene loser zijn die verliest? Oh, Corina doet ook Mega Evolution. Ja, nu verlies ik. Ja, nee, nu ben ik verloren. Maar kun je wel gewoon door als je deze battle verliest? Of? Nee, dan ben je af. Ah, oké, dan mag je gewoon de hele game niks meer doen. Ja. Oh, Bone Rush duwt gewoon 3 times. Heb je echt Bone Rush gedaan? Sjoe, man, loser. Ja. Ik denk, Bone Rush is super effective, maar zo werkt dat niet. Jawel, Bone Rush is wel super effective. Nou, oké. Op steel, toch? Ground is super effective op steel, dacht ik. Ja, maar jij en dachten is sowieso een goed idee. Will you take care of Lucario? Wat als ik nee zeg? Dan vind je jou stom. Oh, daarover gesproken, ik moet die Lucario nog eventjes deleten. Ja, oké, nu blijft de Lucario ook echt gewoon staan. Cool.
Ja, ik mag hem toch niet gebruiken, dus waarom zou ik ja zeggen? Ja, ik snap het, ik snap het. Dat is fijn. Oké, en dan heb ik nu geen idee welke kant ik nu op moet. Rechts het stadje uit. Rechts, oké. Kom je in route 12? Naar wil je nog weten of je daar Pokémon's mag vinden? Oh, mag ik daar Pokémon's vangen? Nee, dat vroeg ik of je dat wel weet. Oh, ja, ja, ja. Mag ik Pokémon's vangen? En Serena weer, hoor. Oh, surf. Surf? Hoppogers. Nee, jij wou Serena niet tegenkomen, dus nu ook die surf inleveren. Nee. Ik dacht dat ze wilde vechten alweer. Ik denk, dat heb ik net gedaan. Maar dat viel mee. Je mag een Pachirisu vangen. Je mag een Pinsir vangen. Pinsir? Ja. Oh, maar dat... Ja, die wil ik. Oké, nou, dat kan. Die wil ik voor die andere lul. Diggersby. Oké. Je mag Miltank vangen. Je mag Tauros vangen. Je mag Chatot vangen. Nou, dat is het. Oké, ik wil die Pinsir. Hoeveel kans is dat? 5%. Ah, fuck. Oké. Okay, dat is echt heftig, want bij mij was dat de eerste encounter. Dat was echt heftig. Wingull! Die mag ik niet vangen. Nou. Wingull, huh? Ja, en een horde. Oh, horde. Ja, een horde, ja. Ja, ik dacht ook al van, hey, die heb je niet opgenoemd, maar toen was het een horde, toen dacht ik, vandaar, een execute, wat? Ja, die kan ook, maar die mag je niet vangen. Oh, oké, die heb je gewoon niet opgenoemd, want die mag je niet vangen. Mm-hmm. Ja, Slowpoke kan je daar ook tegenkomen, mag je niet. Slowpoke? Wat vind je van... Slowmo Pokémon? Welke vind je beter? Slowpoke Galarian of Kent? Tonien. Galarian. Ja, hè? Snap ik wel. En Slowbro en Slowking dan? Ook. De Galarians zijn veel vetter dan de gewone. Nou. Miltank! Yay! Die hoef ik niet. Sorry, Miltank. Ik hou van je, maar toch niet. Wat een haat. Nee. Kijk, weet je, het is een beetje zo van, ik wil nog wel vrienden zijn, maar daar houdt het ook op. Meer niet. Nee, oké. Ik hoef je niet in mijn team vrienden, zeg maar. Gewoon vrienden, gewoon chill. Lekker hamburgers eten of zo samen, weet je wel. Dat zou ik dan wel doen. Als jij straks even aangeeft wanneer je tegen de gym leader gaat vechten, dan stop ik met Shiny Hunt, ja? Ik ben aan het hunten voor die Pinsir, dus... Ja, dus dat duurt nog wel even, zeg maar. Dat wil je ermee zeggen. Ja. Ja, sorry, maar ik wil gewoon heel graag die Pinsir. Dan heb ik eindelijk weer een goede Pokémon in mijn team in plaats van een Diggersby. Ja. En ik denk die Milan, die snapt dat wel. Ik snap dat zeer zeker. Precies, dat dacht ik. Maar ik ben ook een slimme jongen. Oh, toen bleef het stil. Beetje jammer dit. Oh, sorry, wat zei je? Nee. Vermoeiend. Nee, wat zei je? Ik zei dat ik een slimme jongen ben. Ja, klopt. Thanks, bro. Zou ik een shiny vinden? Dat zou wel echt geniaal zijn. Ja. Body slam. Vital. Never misses. Dat is op zich wel chill. Oké. Ik doe Karate Chop al weg dan. Voor body slam. Oké. Ik wil gewoon even een Pinsir, gast. Ik wil gewoon even een Pinsir. Beste Pinsir, zou je alsjeblieft eventjes kunnen komen? Dank je. Een execute weer. Goh, runnen.
Oh, een shiny Mareep zou echt vet zijn. Ik ken shiny niet, maar ja, vast, als jij het zegt. Shiny is roze. Ah. Maar Flaffy is al roze. Is die dan ook roze? Ja, maar dan zijn zijn accenten anders. En ja. Ampharos is ook roze. Oh, oké, okay, ja, dat... Ja, die zie ik wel voor me. Die heb ik denk wel een keer gezien. Ik ben wel een Tauros tegengekomen, maar dat is zeker 10% of zo. Ja. Ja, net als Execute, die is ook 10%. En Miltank is waarschijnlijk ook iets van 10% of zo. Ja, klopt. Die kom ik ook vet veel tegen. Maar zo'n Pinsir, hè? Ben je Slowpoke en Chatot al tegengekomen? Twee Slowpokes en twee Chatots. Eigenlijk even evenveel als de Miltanks en de Executes. Die zijn 30% namelijk. Oh ja, nu heb ik meer Chatots tegengekomen. En een Wingo. Hoort. Ik wil gewoon een Pinsir. Die ga je krijgen, Sander. Ik voel het. Alsjeblieft, een Pinsir. Execute! Ah! Ja, die was 30, hè? Ik merkte meteen. Nee, dat had je nooit moeten zeggen, want nu ineens kom ik ze allemaal tegen. Nee, execute is 10, hè? Oh, oké. Okay. Oh. Nee, oké, okay, dan heb ik niks gezegd. Verder dat je wat zei. Ja, eigenlijk wel. Slowpoke ook! Oké, okay. Daar heb ik niks aan. Daar heb ik helemaal niks aan. Maar ook echt helemaal niks. Nou, precies. Jij snapt het. Als ik jou toch niet had, hè, dan was shit. Deze commentary heel saai geweest. Misschien. Waarschijnlijk. Idem dito. Maar lijkt je het nou toch leuk als ik alleen aan het commentary ben? Kijk dan mijn master mode op Gaming SB. Shameless player. Ja. En vind je het ook leuk als ik aan het streamen ben terwijl ik slap zit te lullen? Dan moet je eventjes op dat follow knopje drukken bij Twitch. Ja. Ja. Dus. Sander, heb je je pinsen nou al? Nee. Ik wou dat ik mijn pinsen had. Ah, oh, ik wil eigenlijk gewoon door met de game, maar ik wil ook gewoon die pinsen. Ik wil gewoon weer mijn Bug-type terug, in plaats van een Diggersby waar je niks aan hebt. Want daar heb je niks aan, schijnt. Ja, ik weet het. Ik doe mijn best. Nee, ik moest gewoon legit slapen. Oh, okay. Nee, oké. Okay. Is goed om te weten. Run weg van die execute, want hij is geen pinsir. En pinsir is wat ik zoek in het leven. Waarom kun je ook niet rennen in de bosjes? Wat de fuck is dit? Rennen kan toch wel? Alleen niet schaatsen. Nou, het gaat heel slow in ieder geval. Ja, omdat het slomer is dan skaten, zeg maar. Oh. Nou, ik merkte ook geen verschil van toen ik rende en niet rende, maar... Nou, oké. Okay. Dan ligt dat aan mij in ieder geval. Dan weet ik dat ook weer. Chatot, rot nou eens al op. Maak even plaats voor zo'n pinsir, als je kan. En ook als je niet kan. Ook, ja. Pinsir? Nee, execute. Ah. Zal ik gokken welk level die pinsir is? Die jij gaat krijgen? Ja, gok maar lekker hoog. 25 gokken. Oké, okay, dat is te doen. Kom op nou. Ik wil gewoon een pinsir. Sloop ook weer. Wat een rot game. Ik heb echt al 20 encounters hier gehad. Hoezo heb ik hem niet? Ik zit gewoon op de odds, hè? Ik zit gewoon op de odds. Right now. What the fuck? Wat is dit? Wat is dit? Echt, zelfs die Drampa in Shield was nog makkelijker. Heb ik Shield? Ja, ik heb Shield. Ja, maar daar had je echt heel veel geluk mee, want daar heb ik echt fucking lang over gedaan. Klopt, die had ik echt in iets van 23 encounters, terwijl die 1% had of zo. Mm-hmm. Ik dacht nog van, oh, dit wordt echt een kut Pokémon. En toen had ik hem gewoon.
Maar ja, dat moet ik nu besturen, denk ik. Want ik heb nu echt al 40 encounters gedaan of zo. Gewoon dubbel odds. Ja, oké, nee, 30 waarschijnlijk. Dat denk ik ook. Poep gebeurt. Een Mareep. Oh, die mag ik ook vangen. Waarom mag je die wel? Oh ja, omdat die elektrisch is. Ja. Dan moet ik wel eerst al die andere doop maken. Dat is dan wel een beetje teleurstellend. Maar... dat duurt weer ton te lang. Nee, want het is allemaal one hit KO, hè? Oké. Thunderwave. Nee, doe dat nou niet. Fuck. Nu ben ik paralyzed. Ja, maar... ik kan dus niet iedereen in één keer one hit KO'en. Dat is heel gemeen. Oh, nee. Ik dacht dat dat kon. Nee, ik kan alleen maar één iemand one hit KO'en. En sowieso moet er één overblijven. Oh ja, nu ben ik ook niet meer eerst. Fijn. Nee, leuk. Nee, handig. Nee, chill. Ah, ze hebben wel Thundershock. Dus ze hebben al meer electric types dan mijn Eevee had... toen die level 13 was. Ik weet het nog zo goed. Heel flauw. Thundershock. Schokkend. Donderend. Ja. Maar Sander, vertel eens iets leuks. Leuks? Wat? Ja, weet ik het. Wat vind je van dit seizoen van De Mol in België? Ja, ik vind het een leuk seizoen. Nou, ik ook. Ik geniet er wel van. Dat moet ook. Heel veel mensen vinden de Belgische Mol leuker dan de Nederlandse. Ja, ik ook. Snap ik wel. Wie denk je dat De Mol is? Ja, ik weet het echt niet. Maar ik denk die Sven. Oké. Blijkt hier de vorige aflevering uitgegaan te zijn. Heb je een specifieke gedachte waarom je denkt dat hij het is? Nee, gewoon hij doet gewoon verdacht of zo. Wauw, echt uitleg top. Nee, maar ik weet niet wat het is, maar met Belgische mol zit ik altijd veel minder... ja, ik heb het zelf in, ook. Zeg maar. Ik vind het wel leuker als in de opdrachten en zo, maar toch... ik echt in de theorieën video's en alles. Nee, dus kijk echt alleen van de Nederlandse eigenlijk. Ja, dat, zelfs dat doe ik niet bij de Nederlandse de theorieën video's, omdat ik ze meestal zo ver gezocht vind. Klopt, maar ik vind het op zich wel leuk. Nou, ik heb een Mareep, jongens. Nu nog de pincer. Inderdaad. Nickname, ja. Oh, ik heb de perfecte naam. En Milan gaat het zo leuk vinden. Wooloo. Nee, ik heb een betere naam. Ik heb... Sean. Wat? Hoe wist je dat? Ja, omdat ik mijn Mareep ook altijd Sean noem. Sean het schaap. Ja. Ja, wat een held is dat. Het is een schaap. Ja, Sean het schaap. Sean het schaap is wel geboren. Oh, een Slowpoke! Wow! Die heb ik nog niet gezien. John. Leugens. Ja, nee, dat was ook sarcasme. Dus. Oh, een Chatot! Ik dacht eventjes, is dit nou een Larvitar? Heel kort, maar... silhouette leek heel eventjes op een Larvitar, maar die zit helemaal niet in deze game. Misschien... weet ik het. Larvitar zit... Elke Pokémon is in ieder geval mogelijk in deze game, maar ik weet niet of... ook wild te vinden? Ja, ik denk het... nee, niet alle Pokémon zo, maar ik denk Larvitar wel. Oh, oké. Ja. Goh, kutje tot echt. Hoeveel encounters moet ik hier nog lopen voor een fucking pincer van level 5%? Van level 5%? Wat? Wat zeg ik? Van 5%? Ben je Pachirisu wel tegengekomen? Nee. Is een Pachirisu? Wat? Huh? Die is ook 5%. Waarom kom ik die niet tegen? Ik heb echt al meer dan 20. Ik heb misschien wel 40 encounters gedaan. Ik heb hier ook
In dit gastje precies meer horde encounters. Daar heb ik niet zoveel aan. Wat als er een shiny bij zit? Een Tauros. Oké, die heb ik ook nog niet heel veel gezien. Ja, dat is waar. Shinies. Tauros 10%. Ja, nou, die heb ik ook echt pas 2 keer gezien. Misschien 3. Maar de rest heb ik allemaal echt minimaal 5 keer gezien. Zowat. Zo voelt het in ieder geval. Execute, rot op! You mad, bro? Pokémon van 10% kom ik 10 keer tegen. Pokémon van 5% kom ik 0 keer tegen. Hoe weer? Oké, kom op. Ik zit echt al 5 keer de odds gewoon. Tjongejonge. Kun je een encounter teller in beeld zetten, alsjeblieft? Maat, weet je hoeveel werk het is? True. Ik zou het doen. Ik niet. Snap ik. Ik kreeg straks een Discord berichtje van Simon. Met de vraag van... Hoezo kan jij zo snel jouw stream highlights editen en zo? Ik zei van, nou, ik heb daar wel tactiekjes voor. Toen ging ik hem allemaal vertellen hoe ik dat doe, zeg maar. Toen zei hij, oké, is wel slim. Oh nee, ik kijk de hele video dan terug. Of de hele stream. Ja. Ja, nee, als ik dat doe, dan ben ik zo lang bezig. Nee, ik heb daar wel tactieken voor. Jij kijkt gewoon wanneer het geluid iets hoger is. Ja, dat doe ik echt. Nee. Ja, dat doe ik. Dat doe ik echt. Ja, dat doe ik niet omdat je soms ook wel gewoon leuke momentjes hebt die niet heel luid zijn. Zoals deze. Of zoals het intro van dit filmpje. Dat is ook op zich. Ja, maar de intro die knip ik natuurlijk sowieso niet. Nou, maar aan deze aflevering knip ik sowieso niks. Hè? Nee, dat is waar. Alleen maar, dat doe ik alleen maar editen, zeg maar, welke Pokémon's er in het team komen en zo. Ja. Ja, dat is zo. Ja, ik heb dan... Ik heb zoiets van... Ik wil toch iets van... kwaliteit leveren of zo. Dus als er heel lang in stilte is, dan denk ik... Ah, ik knip het er wel uit. En als iets heel grappigs gebeurt... Zoals die ene... Dat jij met dat ene speeltje zat... In je hand. Toen heb ik de dingen omgedraaid. In de video. Dat soort dingetjes. Wat heb je omgedraaid? Toen had je zo'n sneeuwpopachtig dingetje. Ja. Toen heb ik dus de facecam en de gameplay omgedraaid. Omdat je toen ook niet heel veel interessants deed met de gameplay. Want je was met het sneeuwpoppetje bezig. Ja, en als er iemand zijn intro doet, dan speel ik meestal niet, zeg maar. Ja, precies. Nee, ik ook niet. Want ik denk, dat is zonde van dit prachtige intro dat ik voor vandaag had voorbereid. Maar dat zie je pas als je aflevering 16... 15. Jammer. Close, but not enough. Hey, weet je wat ik nu tegenkom? Een fucking Slowpoke! Godverdomme. Ik heb nu echt medelijden met je dat Pinsir de eerste Pokémon was die ik tegenkwam. Dat boeit me oprecht echt nul, hè. Het boeit me gewoon echt niks. Ik wil hem gewoon zelf tegenkomen. Dat jij hem in één keer tegenkomt, oké. Ja. Maar ik wil hem tegenkomen. Potverdrie. Dubbeltjes. Brr. Je kan het, Sander. Ik geloof in je. Oprecht. Echt al op minimaal 50 encounters. Fucking Gerald. Nou, je bent er ook al 25 minuten mee bezig. Ja, dat boeit me ook niet meer. Ik ga hem nu krijgen. Zit hij echt in deze... Zit hij wel in dit gras? Weet je zeker dat hij ook in het gras zit en niet dat ik... Ja, ik heb hem zelf toch meteen tegengekomen. Oh ja, klopt. Ja, nee, klopt. Never mind. Ja, ik begon te twijfelen. Weet je wat ik op dit moment heel erg haat? Execute, Slowpoke, Miltanks, Chatots. Tauros. Wat? Tauros. Tauros ben ik niet zoveel tegengekomen, maar ook.
Rot op, echt allemaal ga dood of zo. Echt. Wow, 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 Sander, doe eens rustig. Vooral Slowpoke en Chatot. Vooral Slowpoke. En dan kijkt hij zo derpy naar me. Ah, alsof hij chill is. Maar nee hoor, dat is hij niet. Want hij wil geen eens even plaats maken voor een pinscher. Ja, die dingen gebeuren zo anders. Ik word hier genaaid. Alweer? Dat zeg jij elke aflevering. Ja, omdat deze games... De nieuwe games haten mij gewoon. Ik snap het wel. Zo, met de oude games... Die haten me ook, maar... Dat terzijde. maar de nieuwe games, die haten me gewoon. Alhoewel, in Shield had ik dus juist met sommige Pokémon echt wel heel veel geluk, maar ja. Fucking Tauros. Leuk dat ik je een keer tegenkom. In tegenstelling tot die kutslowpokes, maar... Nee! Neem een pinscher mee op je rug of zo dan, hè? Ik ben echt blij dat ik ervoor heb gekozen om niet door te spelen, want anders was ik nu al bij de 6e gym geweest. Gast. Oh, oh, ja. Nou, het mocht eventjes 101 counters duren. Maar hij is inderdaad level 25. Ja, omdat hij alleen maar level 25 kan zijn. Oh. En ik wachtte er al op. Ik dacht van, oh, dat heeft hij wel door. Maar dat had hij niet door. Ik denk, jij doet gewoon een gokkie. Ja, dat was een gok. Ik gok tussen 1 en 100. En ik had het precies goed. Ja. Nou, ik dacht wel dat het een educated guess was, aangezien de rest allemaal tussen de 24 en de 26 zat. Dus ik dacht, die van hem zal wel heel toevallig level 25 zijn. In de hoop dat die van mij ook 25 wordt. Pinscher, wat dacht je van? Sir Pin. Nee. Heb je hem al gevangen? Ja. Wauw, knap. Ik moest echt wel wat ballen van gooien. Zo. Ja, echt top. Heb je hem een naam gegeven? Ja. Mooi, dan kan je verder. Nee, ik moet hem eerst nog halen uit de box. Ik hoorde haat. Heb je al iemand server gegeven? Ja. Bro, ik ging mijn Greninja heel snel die surf opjieten. Nou, Sir zit in mijn team. Oké, mooi. Geen Diggersby meer. Nee, daar zijn we mooi vanaf. En ik ben er trots op. Welke vuurpokémon heb je ook weer in je team? Houndoom. Oh ja, Houndoom, ja. Ik wil bijna door zeggen, maar nee, dat is de voorevaluatie. Ik haal die twee alle door elkaar, terwijl het best logisch is dat Doom de laatste evaluatie is. Ja, je kan met die Houndoom gewoon door die hele gym heen sweepen, zeg maar. Ja, weet ik. Want het is een bug-type gym, toch? Nee, gras-type. Oh. Dan zou ik eventueel ook op mijn pinscher kunnen trainen. Maar dan duurt het te lang. Daar heb ik geen zin in. Ja, deze aflevering is ook bijna afgelopen. Ik moet eventjes wat speed erachter gooien voordat jij ook nog een shiny krijgt. Nou, gun je me dat niet? Jawel, maar dat betekent dat je dus heel lang bezig bent. Al. En dat komt dan allemaal door mij. En dan is jouw kant van het scherm heel saai. Oh ja, maar... En dan... Dat geeft niks. Als die voor jou entertaining is, dan is het allemaal prima. Gast, ik heb de hele aflevering gezocht voor een fucking pinscher. Ik denk niet dat het entertainment was. Ja, ze hebben jouw hele tirade over het niet vinden van een pinscher kunnen volgen. Dat was best leuk. Kom ik niet bij die Pokeball? Wat the fuck? Nee, dan moet je... Oh, allemaal skidoes. Ja. Wat? Die Pokéball die helemaal bovenaan ligt, bedoel je? Nee, onderaan.
Oh, onderaan, die weet ik niet. Misschien ben ik daar ook voorbij gelopen. Nou, weet je wat? Weet je wat? Laat ik maar. Ik hoef ook al geen... Huh? Waar moet ik überhaupt naartoe? Oh. What the fuck? Oh. What the fuck? Die skidoes zijn speedy boys. Nee. Je kunt skidoes riden. Oké. Tip, je hoeft ze niet te riden. Oei. Als in van, het is niet belangrijk dat je dat doet, zeg maar. Dan moet wat? Je het zelf weten, maar... Hé, maar waar moet ik dan naartoe? Je moet uit die farm lopen naar rechts. Je moet eigenlijk gewoon die route gewoon naar rechts gewoon volgen. Oh! Die route is gewoon onzin. Die farm is eigenlijk gewoon onzin. Die skidoo farm. Oh, maar dan had ik ook nog gewoon hier, dan had ik gewoon verder kunnen gaan en dan kunnen zoeken voor een pincer. Komt hij nu mee, hè? Maar Sander, ik denk wel dat wij de aflevering zo gaan beëindigen. Dat snap ik. Wacht eventjes. Ik ben mogelijk bijna bij de volgende stad. Ja? Ja. Ben je er al? Nee, ik kom nu net een mailtank tegen natuurlijk. Als je denkt, ik schiet even op. Nee hoor, komt hij weer zo'n mailtank tegen. Weet je wat, we sluiten straks gewoon af. Ja. Heel erg bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je heel erg de volgende aflevering weer. Vergeet zeker niet Sander te abonneren op zijn YouTube kanaal. De link staat in de beschrijving. Ik heb nog één ding die ik wil zeggen. Wat wil je zeggen? Fox. Adios, Fox.